Goedemorgen en van harte welkom bij de live demo over hygiënische niveaumeettechnologie. Als we het over hygiënische niveaumeettechnologie hebben, dan is radar vrijwel altijd de juiste keuze. Nou, Vega die biedt verschillende sensoren voor eenvoudige en complexe toepassingen op dit gebied. En daar gaan we het vandaag over hebben tijdens dit live webinar. Mijn naam is Lode Simons en ik ben namens Vega Nederland verantwoordelijk voor de voedingsmiddelenindustrie. En ik heb uiteraard rechts van mij mijn collega Rob bij mij. Ja, ook vanuit mijn zijde van harte welkom. Ik ben Rob Smulders en ik werk inmiddels al bijna 10 jaar bij Vega. 10 jaar geleden begonnen als accountmanager in het zuiden van het land. En inmiddels alweer een aantal jaren werkzaam als business development manager in Nederland. Dan zou ik zeggen, we gaan beginnen. Ja, radartechniek, radarniveau sensoren. Deze worden toegepast eigenlijk over heel de wereld in allerlei verschillende industrieën, in allerlei verschillende applicaties. En waarom worden deze zoveel toegepast? Het grote voordeel van met name contactloze radarsensoren is dat ze niet beïnvloed worden door externe procesomstandigheden. Denk daarbij aan de hele hoge temperaturen in de hoogovens, de ijzersmelterijen, offshore platformen met wind, dat soort zaken. Scheepsvaart wordt het heel veel toegepast. Maar ook in de industrieën waar we het vandaag gaan hebben, in de hygiënische industrieën. En dan denken we met name aan de voedingsmiddelenproductie en de farmaceutische industrie. En laten we eens gaan kijken welk type radarsensoren Vega voor deze markten beschikbaar heeft. Ja, tot voorheen hadden wij eerst één keuze. En ik heb hem hier liggen. Dat is de Vega Pulse 6X om in te zetten bij hygiënische applicaties. Uiteraard hebben wij sinds kort een nieuwe radar, de Vega Pulse 42. En beide sensoren, zoals je hierachter ziet, kunnen ingezet worden voor hygiënische applicaties. Nou, wat hebben deze sensoren gemeen? Ze zijn allebei ontworpen voor hygiënische applicaties. Ze zijn ook uitgerust met de gebruikelijke procesconnecties die daarvoor benodigd zijn. En ze hebben uiteraard de wereldwijde goedkeuringen om daarvoor ingezet te kunnen worden. Als we naar de twee type sensoren kijken, dan kunnen we eigenlijk samenvattend zeggen dat de Pulse 6X de universele radarsensor is die toepasbaar is voor veel eisende en complexe procesomstandigheden. Nou, de nieuwe Vega Pulse 42, dat is een hele mooie radar die ingezet kan worden voor hygiënische toepassingen. En dan hebben we het wel over minder complexe toepassingen dan waar de Vega Pulse 6X voor ingezet kan worden. Waar zitten de verschillen in per radar? Nou, laten we eerst kijken naar de Vega Pulse 6X, hier achter mij. Ik heb hier ook een aantal voor mij liggen. U ziet hier een met 1,5-duimse uitvoering, O-ring aan de voorzijde, die uitgevoerd kan worden met het hygiënisch adaptersysteem. Daar komen wij zo op terug. Maar zoals u ziet, er zijn keuzes te maken in bijvoorbeeld behuizing. Hier ziet u een RVS elektrogepaleiste behuizing. Zou ook 2-kamer kunnen zijn of kunststof. Procesconnecties zijn ook heel veel in te kiezen. Antennesystemen zijn ook heel veel keuzes in te maken. 1,5-duims hier, maar u zou ook een hygiënische uitvoering kunnen krijgen of een geflensde uitvoering. Ligt er echt aan wat uw proces nodig heeft. Als laatste heel belangrijk om te benoemen, dit is een tweedraads instrument. Meest gangbare uitgang die daar gebruikt wordt is 4 tot 20 hard. Uiteraard zijn ze ook te gebruiken voor bussystemen zoals Profibus of Foundation Fieldbus. En in de nabije toekomst kunnen ze ook uitgerust worden met APL Ethernet. Al met al een zeer universele toepasbare radarsensor voor hele complexe toepassingen. Zoals ik net al zei, een tweedraadsensor, maar hoe wordt deze dan aangesloten? Rob, zou je daar meer over kunnen vertellen? Ja, inderdaad. Hoe wordt deze aangesloten? Ik heb hier een Vega Pulse 6X aangesloten, tweedraadsaansluiting. Het instrument is loop-powered, dus voeding en het signaal loopt over dezelfde kabel. In heel veel gevallen is het 4 tot 20 mA. Het kan uiteraard, wat we al aangaven, ook een bussysteem zijn. Hoe kunnen we dat hier tonen? Ik heb hier een meter aangesloten op de radarsensor, welke het milliampère signaal weergeeft in een percentage. Dus als ik zo meteen langzaam het niveau in de silo eigenlijk tank vul, het niveau komt dichter bij de sensor, dan zul je zien dat het signaal, het milliampère signaal, toeneemt en daarmee de waarde van het niveau in de silo doorgeeft. Tweedraadse aansluiting van de Vega Pulse 6X. Ja, en dan de Vega Pulse 42. Een compleet ander instrument, zoals u hier achter mij kunt zien. Een veel compacter instrument als de Vega Pulse 6X. En wordt ook op een heel andere manier aangesloten. Want wat is het geval bij de Vega Pulse 42? Het is een driedraads instrument uitgerust met IO-Link. Aansluiting
is via een M12 connector, dus niet de connector in de behuizing zoals bij de 6X, maar een M12 connector aan de bovenzijde van het instrument. Wat Lodl aangaf, de procesaansluitingen. Het is een instrument uit onze basisserie wat aangeeft dat hij een aantal standaard procesaansluitingen heeft. En in dit geval zijn dat allemaal schroefdraadaansluitingen. Dat kan een 3/4 duim schroefdraadaansluiting of een duimse schroefdraadaansluiting zijn. Eventueel met ons hygiënische concept waarmee we onze schroefdraadadapters kunnen gebruiken. En dat is iets waar we u straks meer over zullen gaan vertellen. De uitvoeringsvormen welke we hebben is de uitvoering zoals we hier op beeldscherm zien met de lettering aan de bovenzijde. Deze zullen we zo meteen ook nog laten zien. Hij is ook in een volledig RVS uitvoering leverbaar. En binnenkort zal deze ook leverbaar zijn met een display aan de bovenzijde van het instrument. Al met al een zeer compacte sensor die de wat minder complexe toepassingen heel goed aan kan. Ja, en als we dan kijken naar de Vegapuls 42, welke mogelijkheden er zijn om de elektronica in te stellen als uitgangssignaal, dan zijn er veel meer mogelijkheden dan met de Puls 6X. En dat ga ik u graag tonen aan de hand van het demo-model. Loop ik even naar rechts toe. De Vegapuls 42 die heeft namelijk drie manieren op basis waarvan de uitgang ingesteld kan worden. Kan overigens zeer gemakkelijk via de Bluetooth-app, maar dat zullen we straks ook even bij een korte demo laten zien. Zoals Rob al aangaf, het echte unieke aan deze radar is dat hij uitgerust is met IO-Link. Is de eerste radar van Vega die dat heeft. Zien we vaker toegepast worden in de voedingsmiddelenindustrie. Maar laten we bij de eerste modus beginnen. Ik kan namelijk de radar instellen dat er twee schakelcontacten zijn. En ik hou hem even boven de blauwe vloeistof. En u ziet hier zo twee schakelpunten gesimuleerd. Ook hier zo aan het rode knopje en het groene knopje. En als ik het niveau simuleer, dan ziet u dat de lettering verandert, maar dan ziet u ook dat de schakeluitgangen veranderen. Nou, waarvoor zou deze bijvoorbeeld ingezet kunnen worden als u twee kleppen wil aansturen bij niveauverandering? En dan kunt u uiteraard op basis van het niveau de schakelpunten instellen. Stel dat u een continu meting wil, maar dat u bijvoorbeeld ook een hoogalarm uit de radar wil halen, dan is dat ook mogelijk. Dat simuleer ik hier zo. Ik heb hier mijn meter die het 4 tot 20 milliampère signaal simuleert. En uiteraard een lichtschakelaar die het schakelpunt simuleert. Dat kan ik u hier ook laten zien. Ik hou de radar weer boven de vloeistof. En u ziet, als ik hem naar beneden zet, dat het milliampère signaal naar boven gaat. Maar ook dat op een gegeven moment het schakelcontact ingeschakeld wordt. Nou, zoals ik net al aangaf, wat wij steeds ook vaker zien in de voedingsmiddelenindustrie is dat er gevraagd wordt om een IO-Link sensor. Wij hebben hier de Vegapuls 42 aangesloten op een IO-Link master. Hij herkent automatisch dat die erop aan is gesloten en dan gaat hij gelijk in IO-Link modus. Betekent dat alle waardes vanuit de IO die via dat IO-Link protocol verzonden worden. Ik kan wel even simuleren dat er bijvoorbeeld een schakelcontact is ingesteld. En u ziet het, hij schakelt en dat doet hij echt op basis van het IO-Link protocol. Dus al met al heel veel mogelijkheden om hem in te stellen. Het belangrijkste om te onthouden is, u bepaalt met uw applicatie op welke bedrijfsstand u hem instelt. Als we dan kijken naar de verschillende radarsensoren, ja, dan is het ook belangrijk om te benoemen in welke toepassingsgebieden ze toegepast kunnen worden. En voordat we daar een samenvatting van geven, ja, is het wel belangrijk om te benoemen dat als radars in verschillende toepassingsgebieden worden toegepast, dat ze ook in staat moeten zijn om verschillende producten betrouwbaar te kunnen meten. Nou, betrouwbaar meten van producten hangt onder andere af van de mate die de energie uitzendt. Dat noemen wij dynamisch bereik. Stel dat er producten zijn waar de hele slechte reflectie-eigenschappen zijn voor de radar, is het belangrijk dat er voldoende energie wordt uitgezonden om nog steeds het product betrouwbaar te kunnen meten. Nou, dat betekent als we kijken naar vloeistoffen dat beide radars heel goed ingezet kunnen worden op uiteraard vloeistoffen die hele goede reflectie-eigenschappen hebben. Maar met name de voordelen van dat hoge dynamische bereik, ja, die komen echt van toepassing, of die zijn van toepassing op het moment dat we over olieën praten of andere media die slecht reflecterende eigenschappen hebben. We kunnen ze niet alleen op vloeistoffen inzetten, maar we kunnen de radars ook op stortgoederen inzetten. Hier een klein overzicht, een hele variatie aan stortgoederen. We kunnen het hebben over suiker, we kunnen het hebben over granen, maïskorrels, maar ook hele poederachtige producten. En ook zaden en haver en dat soort producten.
Rob, zou jij eens kunnen laten zien bij welke toepassingen ze toegepast kunnen worden? Jazeker. Ik denk dat we hier een aantal mooie toepassingen in beeld hebben waar we de Vegapulse 42 in kunnen zetten. Meetbereik van de Vegapulse 42 is 15 meter, dus de wat kleinere tanks, zullen we even zeggen, die zijn daar perfect mee te meten. Eventueel een roerwerk in de tank is voor de sensor absoluut geen probleem. Daar kan de sensor prima mee omgaan. Een hele mooie is een afvulinstallatie voor bijvoorbeeld dranken. Denk aan bier, denk aan frisdranken. Daar kun je de radarsensor perfect voor inzetten. Maar ook voor bijvoorbeeld tomatensap, tomatenafvulmachines. En daar heb ik een hele mooie applicatie uit Italië van ontvangen. Waarbij we een Vegapulse 42, en wat je kunt zien, hij is heel erg compact. Dus hij past nog op de bovenkant van het vat ingezet hebben. En wat je kunt zien hier in het vat is dat de geleide radarstaaf die er voorheen in zat zeer sterk aangroeit. En die aangroei kan in sommige gevallen problemen opleveren voor het bereiken van een nauwkeurige meting. De Vegapulse is aan de bovenkant geïnstalleerd. Die komt in principe niet in contact met het medium. Blijft veel schoner en blijft daardoor een veel mooiere en betrouwbare meting realiseren. De volgende applicatie is vanuit de farmacie. Hier hebben we een klein reactorvat. U ziet dat de radar ook vanaf bovenaf gemonteerd is. Nou, u ziet een aantal andere instrumenten eromheen staan. En maakt dat Rob al zei dat die compacte vorm echt een voordeel biedt. Ook lettering wat de indicatie van de status van de installatie kan aangeven. En omdat er contactloos gemeten wordt, ja, biedt dat toch echt wel voordelen ten opzichte van een drukmeting. Bij de volgende applicatie is de nieuwe radar ingezet op een cacaoboter massatank. Of een cacaobotertank. Wat u hier ziet bij de deksel is dat er toch behoorlijke aangroei in het proces plaatsvindt. Betekent niet alleen dat het op de deksel is, maar ook op het antenneoppervlak van de radar. Dat houdt wel in dat de radar daar doorheen zou moeten kunnen meten. En wat wij bij de test hebben gezien is dat ondanks de aangroei de radar nog steeds betrouwbaar meet. Maar we kunnen het hier vertellen, maar ik denk dat we beter kunnen laten zien hoe die radar daar in de praktijk mee omgaat. Rob, kan jij eens met verschillende producten laten zien hoe die radar meet? Kan ik zeker loden. We hebben hier een mooie kar met heel veel verschillende producten welke we kunnen laten zien. We hebben ketchup staan, we hebben yoghurt staan, we hebben een olieachtig product staan. Waar Lode al van aangaf, olie heeft een hele slechte reflectie-eigenschap voor radarenergie. Waar in yoghurt en in ketchup veel water zit, wat zeer goed reflecteert, heeft olie een slechte reflecterende eigenschap. We hebben een biertje staan met het schuim erop, wat ook problemen kan veroorzaken voor radarsensoren. Een glas wijn hebben we hier mooi staan, maar ook twee stuks vaste stoffen, M&M's en zout. En hiermee kunnen we heel mooi aantonen hoe de radarsensor, hoe universeel de radarsensor voor dit soort media is. Hij is ingesteld op groen en blauw. Groen is als ik een wat grotere afstand heb, kom ik binnen de range zoals ingesteld. Dan zal de lettering en dus ook de schakeling zal naar blauw overschakelen. En dit kan ik mooi aantonen of je de ketchup goed kan meten. Zo gauw ik dichter bij de ketchup kom, zal de lettering van groen naar blauw overspringen. Nou, wat we al aangaven, een vloeistof met veel water, ketchup en yoghurt zal voor de sensor absoluut geen probleem zijn. Goede reflectie-eigenschappen, dus een goede meting. Komen we op olie zonder enige aanpassingen in het instrument, kunnen we ook de olieachtige media zonder problemen kunnen we die meten. Dus ook producten met een lagere dielectrische constante, die in het verleden wel eens lastig waren om te meten, zijn met deze sensor zonder problemen te meten. Het schuim op het bier, ook dat is voor de radarsensor geen probleem. Ja, en dan denk ik dat die al wel heel makkelijk in te vullen is wat er met de wijn zal gebeuren. Want wijn is eigenlijk ook voornamelijk water, dus ook dat is absoluut geen probleem om te meten. Vaste stoffen daarentegen is compleet anders. Het oppervlakte is niet zo mooi vlak als we bij een vloeistof hebben. Maar ook daarin zult u zien dat de radarsensor zonder problemen het niveau kan detecteren. Dus ook hiervoor kunnen we zonder problemen het niveau zien. En hetzelfde geldt voor het zout. Komen we dichter bij het zout, zult u ook zien dat daar een schakeling plaatsvindt. Dus zowel vloeistoffen, waterig, vloeistoffen, olieachtig, schuim, maar ook vaste stoffen is met dezelfde sensor zonder enig probleem te meten. Ja, als we dan kijken waar de beperkingen liggen van de 42, dan komen we eigenlijk op het gebied van de Vegapulse 6X. En zoals ik net al aangaf, de Vegapulse 6X is echt in te zetten bij complexe procesomstandigheden.
Stel dat wij een tank hebben met een roerwerk waarbij er bijvoorbeeld demping van het radarsignaal is, maar wel speciale parameters vanwege dat bijvoorbeeld roerwerk nodig zijn om de meting betrouwbaar te kunnen maken, dan komt de Vegapil 6X echt tot zijn recht. Zeker als we kijken naar vaste stoffen, hier bij hele hoge silo's, de Vegapil 6X die gaat tot 120 meter, ja, dan zie je dat die daar echt goed tot zijn recht komt. Hij kan ook ingezet worden bij alle EX-gebieden, of dat nou vloeistof of vaste stoffen zijn. En laten we eens kijken naar enkele praktijkvoorbeelden, zeker met vaste stoffen, hoe de 6X reageert. Loop ik even naar links toe. Althans, we gaan eerst even naar de toepassingen bij de farmaceutische industrie kijken, voordat ik de live demo ga doen. Hierbij ziet u op een reactorvat een Vegapil 6X. Is een reactorvat waar een hoge temperatuur heerst. Betekent dat we naar de 6X moeten gaan. Er zit ook een roerwerk in het reactorvat. Ja, en dat maakt eigenlijk dat er speciale parameters nodig zijn om hem goed in te kunnen stellen. En dat is ook eigenlijk het grote verschil tussen die 6X en die 42. Ja, en hier een applicatie in de yoghurtproductie. Heel veel melkproducten, daar moet veel gesipt worden. De reiniging moet plaatsvinden. En in de reiniging, in de siptanks, is er een grote kans dat er schuim ontstaat. En schuim kan een probleem zijn voor radarsensoren. Alleen de Vegapil 6X met het enorm hoge dynamische bereik en de goede focussering, zelfs toepasbaar als je een hele hoge aansluiting op je tank hebt, heeft geen probleem met deze schuimvorming. Continu meten is hierin mogelijk waar voorheen altijd een hoog en een laag niveau melder ingezet werd. Of aan de onderzijde werd met een drukopnemer gemeten. Ja, zoals ik net aangaf, dan gaan we nu wel naar de live demo met de vaste stoffen. Ik loop hier even naar links toe. En ik heb hier een Vegapil 6X met een kunststof hoornantenne, D80 aansluiting, althans qua grootte. Zeker op vaste stoffen biedt dat voordelen, want ik heb een kleinere uitzendhoek omdat mijn antenneoppervlak groter is. Maar ik heb simpelweg ook meer oppervlak waarin de slecht reflecterende energie toch terug ontvangen kan worden. Ik heb hier een aantal producten. Ik heb ze ook aangesloten op een Vegamet, zodat u kunt zien wat het niveau aangeeft. En Rob, als jij eens even zou willen beginnen met het aangeven van dierenvoeding. Nou, je ziet eigenlijk al hoe het ligt. Het ligt niet recht. Ik kan het even wat bewegen. En u ziet, ja, die Vegapil 6X die geeft 54% aan. Nou, je kan ook naar koffiebonen gaan. Koffiebonen zal wat lastiger zijn. Het zijn gebrande koffiebonen. Dus dat houdt in dat er zeer weinig vocht in zit. Wat als gevolg heeft dat de reflectieschappen heel slecht zijn. Nou, je ziet eigenlijk nog steeds dat hij het prima aangeeft. Ook als ik het oppervlak enigszins verander. En ik zal even simuleren dat het niveau stijgt. En op deze meetversterker, ja, kunt u zien dat hij hem heel mooi volgt. Nou, uiteraard zijn er ook andere producten in de voedingsmiddelenindustrie. Vaste stoffen. Daar hebben wij ook wat producten van. En dan zal ik even beginnen met maïskorrels. Nou, dit zijn gedroogde maïskorrels. Ook slechtere reflectie-eigenschappen. Verstaan wij nog steeds wel onder granulaten. Ja, en u ziet ook, de radar die meet het prima. Maar als ik dan naar bloem ga, en dat is toch wel een lastiger product, omdat het een poederachtig product is, dus het product gedraagt zich heel anders en heeft nog slechtere reflectie-eigenschappen dan bijvoorbeeld het mais. Ja, dan ziet u ook dat de radar gelijk het signaal oppakt, gelijk het niveau aangeeft. En ook als ik hier een niveauverandering simuleer, dan ziet u dat de Vegapil 6X dat gelijk oppakt. Zeker op vaste stoffen of applicaties waarbij de procesomstandigheden lastiger zijn, ja, dan komt de 6X echt tot zijn recht. Nou, we hebben nu gezien dat die Vegapil 6X gebruikt kan worden voor diverse media in vergelijking met de Vegapil 42. Maar dan rest eigenlijk de vraag, waar ligt dan het grootste voordeel van die Vegapil 42? En dat kan Rob laten zien aan de hand van een live demo. Ja, een van de grote voordelen van de Vegapil 42 is de snelheid van de Vegapil 42. De Vegapil 6X is een loop-powered instrument, dus die heeft relatief gezien weinig vermogen ter beschikking. Dus de snelheid van het instrument is beperkt. De Vegapil 42 is driedraads, die heeft volop vermogen. En daarmee is de snelheid van het instrument fors verhoogd naar zelfs 18 hertz. Nou, en daar kunnen we heel mooi laten zien wat die
wat dat verschil in snelheid betekent in het kunnen volgen van een niveau. Loop ik hier even naar achter. Ik heb hier een klein vat staan, om maar even zo te zeggen, een kleine tank, waarin we zo meteen snel het niveau zullen laten veranderen. Bovenop de tank is een Vegapulse 42 gemonteerd. Aan de zijkant zijn twee niveau schakelaars, Vegapoints, zijn hier gemonteerd. Vegapoints schakelen vrijwel onmiddellijk. En we zullen zo meteen zien of de Vegapulse dat niveau, die snelheid, kan volgen. Ik ga zo meteen hier aan de achterzijde een klep opendraaien. Dan zal het niveau snel zakken. Ik zal eerst het niveau een klein stukje tot onder de bovenste schakelaar laten zakken. En als u oplet, dan kunt u zien, zo meteen zullen de schakelaars van roze naar groen zullen ze overschakelen. En dan zullen we zien of dat ze dezelfde snelheid kunnen realiseren. Opletten, want hij gaat snel. Zoals u ziet, vrijwel op hetzelfde moment is de radarsensor het niveau aan het volgen als de schakelaar het niveau aangeeft. Ik zal het niveau weer eventjes opvullen tot het oude niveau net boven de hoogniveauschakelaar. En dan gaan we het vat in één keer helemaal leeg laten lopen. Dan kunt u zien dat de sensor niet alleen een klein stukje kan volgen, maar dat hij ook het verre verval van de tank en silo kan volgen. Op deze manier kunnen we dus hele snelle processen simuleren. Zometeen zullen dus ook de middelste niveauschakelaar zult u omzien gaan. Hij gaat snel, dus let maar op. 3, 2, 1. En ook hier, zelfs bij dit grote verval, is het absoluut geen probleem voor de snelle Vegapulse 42 om dit niveau te blijven volgen. Gaan we ook meteen bij zeggen, met de andere series, de Vegapulse 6X, was het echt heel erg lastig geweest om deze snelheid te blijven volgen. Dankjewel, Rob. Ja, zoals Rob al aangaf, hele snelle sensor en echt geschikt voor kleine buffervaten waarbij er sprake is van heel snel dalend of stijgend niveau. We hadden het net al enigszins over de hygiënische toepassingen gehad. Daar zijn beide sensoren ook voor uitgerust. Ik heb hier een volledig RVS-uitvoering liggen van de radar. Je ziet met een O-ring aan de voorzijde. Ja, die kan ik uitrusten met bijvoorbeeld een hygiënische klempadapter. Die ziet u hier zo. Ik kan hem helemaal mooi aandraaien, zodat hij helemaal vlak ligt. Maar stel dat u nou toch voor een proces een complexere radar nodig heeft, dan zou u deze adapter heel simpel, en u ziet eigenlijk hoe snel het gaat, kunnen uitwisselen. Voor de Vegapulse 6X? Voor de Vegapulse 6X. De sensor uit de Pro-serie maakt gebruik van dezelfde procesconnecties. Deze is uiteraard ook leverbaar met een echte tri-clamp, aansluiting. Ja. Maar ook het adaptersysteem is toepasbaar voor de Vegapulse 6X. Dat klopt. Nou, stel dat u toch processen heeft waarbij u een kleinere uitzendhoek wil hebben, dus het antenneoppervlak groter moet zijn, of slecht reflecterende media heeft, waardoor er ook een groter antenneoppervlak benodigd is, ja, dan heeft Rob ook die Vegapulse 6X in zijn handen. Maar met een grotere procesaansluiting. Met een grotere procesaansluiting. Waar we bij de Vegapulse 42 een driekwart duims of een duimse aansluiting hebben. En de duimse aansluiting voor de adapter aansluitingen kunnen we bij de Vegapulse 6X ook een anderhalf duims aansluiting gebruiken. En deze werkt identiek. Alleen door het grotere antennesysteem heeft de sensor een kleinere zendhoek. Wat voordelig kan zijn in lastigere applicaties. Ja. Nou, stel dat u ook onze andere instrumenten zou gebruiken. Ik heb het over de Vegapoint, de Vegabar. U ziet daar Vegabar met display, Vega Swing, de Pulse 6X of de 42. Alles is uit te rusten met dat hygiënische adaptersysteem. Wat simpelweg betekent dat u één type sensor op voorraad hoeft te hebben liggen en dat u die, ja, bij alle gewenste hygiënische procesconnecties, dat u die daarmee kunt uitvoeren. Nou, de sensoren die zijn ook zeer gemakkelijk in te stellen via de Bluetooth-app. Hebben we net ook eigenlijk al een beetje gemeld. Maar ik ga even laten zien hoe dat via de app kan. Dan ga ik heel even mijn iPad alvast pakken. Ik ga jou helpen. En dan gaat Rob mij inderdaad helpen. Nou, wat belangrijk is om te melden, alle sensoren, of dat nou van de Pro-serie is, of dat wij praten over deze sensoren van de basisserie, zijn allemaal gemakkelijk in te stellen via de Bluetooth-app. Betekent dus als een sensor ergens hoog op een tank zit of onderin een tank waar u lastig bij kunt komen, dat u de sensor goed kan instellen. Ik heb net voor deze live demo al een keer
verbinding gemaakt met de sensor. Dus de sensor en het programma op mijn tablet, die kennen elkaar. Menu is exact hetzelfde, of nou over de radar spreken of een druk opnemen of een ander instrument. En als ik naar in bedrijfsnamen ga, dan zou ik hier dus alle parameters heel simpel kunnen veranderen om te zorgen dat het instrument goed is ingesteld voor de applicatie. Nou, even om aan te tonen hoe snel het kan, dan gaan wij de lettering veranderen. Ga ik naar uitgebreidere instellingen. 360 statusindicatie. Momenteel is hij blauw, ja, als je dichtbij bent en groen als je wat grotere afstand hebt. Maar stel dat u nou zegt, ja, de blauwe kleur, dat is toch in de ruimte waar mijn installatie staat, is dat lastig om bijvoorbeeld te zien. Dan kunt u een individuele kleurenkeuze geven aan die lettering. Die heb ik nu geselecteerd. En als ik die heb geselecteerd en ik druk op de kleur, ja, dan ziet u eigenlijk dat een heel palet aan kleuren beschikbaar komt. En dan ga ik hem alvast even op paars zetten. En Rob, als jij dan inderdaad jouw hand eronder houdt, ja, dan ziet u eigenlijk hoe simpel het met een aantal handelingen in de app is aan te passen om te zorgen dat het instrument goed op uw applicatie werkt. Dankjewel, Rob. Als we dan kijken naar de verschillen en wat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen de instrumenten. Ja, die Vega Pulse 6X die is in te zetten voor hele complexe toepassingen. Uit te rusten met de 4 tot 20 hertz signaal of allerlei bussystemen. Geschikt voor alle EX-gebieden. Toepasbaar op zowel vloeistoffen als vaste stoffen. Alle wereldwijde goedkeuringen. En nogmaals, echt een perfect instrument om in te zetten voor hele veel eisende applicaties. Ja, maar daarentegen heb je er wat minder veel eisende applicaties. Dan is de Vega Pulse 42 een heel mooi instrument. Uitgerust met het IO-Link protocol om te communiceren met de besturing. Standaard uitgerust met Bluetooth. Een heel groot voordeel ten opzichte van de Vega Pulse 6X is de snelheid waarmee het instrument reageert. Een snelheid van 18 hertz ten opzichte van de wat tragere Vega Pulse 6X. Het adaptersysteem wat we hierin kunnen toepassen, identiek aan dat van de Vega Pulse 6X. En de lettering, op deze niet te zien, maar net in de demonstratie heeft u kunnen zien wat de lettering aan een statusindicatie aan u mee kan geven. Daarbuiten zijn van de Vega Pulse 42 alle hygiënische goedkeuringen wereldwijd zijn daarvoor beschikbaar. Ja, als we dan ook de instrumenten samenvatten, Pro-serie is eigenlijk helemaal te configureren en te bestellen om te zorgen dat die instrumenten op uw applicaties ingezet kunnen worden en geoptimaliseerd daarvoor zijn. Complexe procesomstandigheden, hoge temperaturen, daarvoor zijn deze sensoren echt heel geschikt. Ja, daar aan de andere kant de Vega Pulse Basic Line. Niet alleen de radarsensor, maar ook de drukopnemers en de schakelaars. Made by Vega, dus dezelfde Vega kwaliteit zoals u gewend bent van onze Pro-serie. Alleen in een meer standaard gestandardiseerde uitvoering. Standaard procesaansluitingen, standaard behuizingen. Maar elke sensor uit de Vega Pulse Basic Line is eenvoudig te integreren en is onmiddellijk bedrijfsklaar. Dankjewel, Rob. Ja, dan zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van dit webinar. Gaan we even kijken wat voor vragen er binnen zijn gekomen. En dan kijk ik heel veel rechts van mij naar de techniek. En dan zie ik de eerste komen. Rob, tot welke temperatuur kan die Vega Pulse 42 nou gaan? Ja, we hebben net inderdaad terecht gezegd. Ik zal het meteen even de 6X zal ik daarbij pakken. De 6X, wat Lotel aangaf, is voor de hogere applicaties, de hogere veel eisende applicaties. Daar kunnen we tot 450 graden kunnen we daarmee gaan. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, dat is niet in de hygiënische applicaties. Hygiënisch gaan we tot 200 graden daarmee. Kijken we naar de Vega Pulse 42. Die heeft een temperatuurbereik tot 130 graden. En de mogelijkheid voor een uur sip op 150 graden. Daarnaast misschien ook wel even de drukbereiken. De Vega Pulse 42 heeft een drukbereik tot en met 16 bar. Dankjewel. Hoe nauwkeurig zijn de radarsensoren? Ja, als we kijken naar de nauwkeurigheid van de radarsensoren, dan zijn ze allebei in die zin even nauwkeurig. Dat ze allebei met een nauwkeurigheid van 2 mm. 1 mm voor de 6X. Voor de 6X met 1 mm. Let wel op, als u de radar inzet, de radar is ook zo nauwkeurig als de mate die u erin zet. Ja, en dat is bij vloeistoffen. Vaste stoffen
is altijd een veel lastiger, want bij vaste stoffen ben je veel meer afhankelijk van het gedrag van het product als van de nauwkeurigheid van de daadwerkelijke sensor die u daarvoor inzet. Oké, ik zie daar nog een laatste binnenkomen. Oh, dat is ook misschien wel even interessant om te benoemen. Waarom kan de Vegapuls 42 niet ingezet worden in EX-gebieden? 6X had je al aangegeven, tweedraadsinstrument, loop-powered, kan absoluut ingezet worden in ATEX-gebieden. Verschillende ATEX-varianten zijn daarvoor beschikbaar, intrinsiek, drukvast. Dat is allemaal beschikbaar voor de Pro-serie. De basisserie is een driedraadsinstrument, heeft te veel vermogen en die kunnen we daarom helaas niet met een ATEX-uitvoering leveren. Dankjewel Rob. Dan wil ik u hartelijk danken voor uw deelname aan dit live webinar. Mocht er achteraf nog vragen zijn, schroom niet om contact met ons op te nemen. En dan willen wij u hartelijk bedanken voor uw deelname. Hartelijk dank en een fijne middag nog. Tot ziens.